Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe FIFA 17 Ajax Jeugd Challenge video. We gaan door, we gaan verder. En we hebben een wedstrijd tegen Vitesse op het programma. Hierna een wedstrijdje nog in de Champions League. De groepsfase nog, maar we zijn al door. Dus eigenlijk is dat een wedstrijdje van spek en bonen. Die gaan we ook simuleren. We hebben hier wat jeugdspelertjes. Kijken hoe ze ervoor staan. Kijken of wat uitschieters hebben. Oh shit, jij daar. 17 jaar, 62 algemeen. Is ook een linksachter. Dat is wel balen. Want we hebben al een goede linksachter in Van Leeuwen. Wat ook een jeugdspeler is. Dus ja, tof dat we... Hier, dit is ook alweer een linksachter. De linksachters zijn lekker bezig. Maar, je hebt een spits. 15 jaar, 58 algemeen. Damn, dat ziet er goed uit. Maar die kunnen we nog niet oproepen. Dan even zien wat we nog meer hebben. Wacht even. Maar voor de rest niet echt bijzondere uitschieters of zo. Nou, thanks voor het op de hoogte houden. Dan ga ik zo even kijken waar Vitesse staat in de competitie. Wie weet, als ze laag staan, kunnen we dit ook simuleren. Dan hebben we hier een aanbieding als bondscoach. Gaan we niet doen. Ik bedoel, het is van India, maar ik word sowieso geen bondscoach. Überhaupt niet. Ja, nog wat scout-updates. Even de potenties checken. Dit is helemaal niks. Oh, maar die heeft van team. Dit wordt hem ook niet. Wordt hem niet. Wordt hem ook niet. Wordt hem ook niet. Weet je wat, ik ga het wel even off record afmaken. Al die drie scoutberichten. En dan zie ik jullie zo weer. Alright, ik heb het even allemaal gefixt. De jeugdspelers zijn wat aangepast. Vitesse staat 7e. Dat betekent dat ik deze wedstrijd gewoon ga spelen. Want ik wil geen risico oplopen. Want als we kijken naar de stand trouwens. Dan zie je dat Ajax, Weiders en Feyenoord zich een beetje aan het weglopen zijn van de rest. De top 2 wordt gewoon letterlijk de top 2. Groningen staat er nog op 4 punten achter. Dus die zit nog op zich in de buurt. Maar als je dan kijkt naar PSV op de 4e plek. Dat is al 8 punten. En dat is aardig wat. Dus we zullen zien hoe het gaat lopen. Maar het lijkt erop dat Feyenoord en wij zich van de rest gaan wegtrekken. En dan moet ik wel gewoon zoveel mogelijk blijven winnen. Want ik wil niet dat Feyenoord kampioen wordt. Dat moeten wij gewoon worden. Dus we gaan zelf spelen tegen Vitesse. Let's go. Alright, here we go. Vitesse. We gaan direct naar de aftrap die wij mogen nemen. En we zijn begonnen. Oeh, dat die bal aankwam. Daar hebben we geluk mee. Haal maar gewoon uit, Ziyech. Dat is naast. Daar is een balletje naar Sinkgraven. Die is meegekomen op de vleugel. Die moet hem voorgeven. Kan Dolberg daarbij? Nee, verdediging zit ertussen. Maar we hebben een hoekschop. Chill. Eens kijken wat we hier uit kunnen halen. Ziyech neemt hem. We kopten of de verdediging? I don't know. Dat was een beetje onduidelijk. Verdediging dus. Of hij kwam tegen de verdediging aan. Maakt allemaal niet uit. Volgende ronde, volgende kansen. En dat is voor de verdediging. Ziyech. Geef hem maar... Oh, wauw. We lopen elkaar in de weg. Jammer. Schot van Vitesse uit het niets. Gaat gewoon over. Geen druk, geen probleem. Kunnen gewoon doeltrappen. Oké, daar is Sinkgraven weer. Voorzetje wordt geblokt. Een corner. We gaan om de doelman heen proberen. Kijken of dat werkt. Gooi de bal midden in. Doelman heeft hem. Oh, Younes werkt zich er langs. Nou, oh! Oh, scheidsfluit niet. Ik weet niet. Aan de ene kant vind ik... Ja, lastig te zeggen. Het was druk. Maar op het moment van schieten gaat hij wel neer. En dan ben ik gewoon geneigd te zeggen... Ja, geef hem. Maar fuck it. Pure pech. Eens kijken of we hier nog snel iets kunnen opbouwen. Nou, dat kan misschien ook nog wel. Dolberg! Oh, de paal! Nee! No! Gewoon niet! Oh, paas nog een keer. Hier is ruimte. Nouri. Ja! Nouri! Oh, wat heerlijk. Pray for Nouri. Nog altijd alle sterkte. Maar hier maakt hij voor ons de 1-0. Lekker hoor. Geplaatst schotje in de hoek. Keeper komt er niet bij. We staan voor. Lekker Nouri. Oh, kijk dit. Ruimte hier. Ruimte. Ziyech. Paas hem. Ah. Oké, hier is Ziyech weer. Geef hem voor. Oh, Dolberg. Ja, ja hoor.
Wat een fijne aanval, zeg. Het was een heel kort voorzetje van Ziyech. Maar het werkt. En we scoren met Dolberg de 2-0. Oh, kijk daar dan, de ruimte. Younes, geplaatst schotje. In de, of nou, niet in de handen, maar gewoon tegen de doelman aan. Alright, Younes met de hoekschop hier. Keeper komt uit, bokst weg. Die bal kunnen wij nog wel afpakken. En gaan we kijken of we iets nieuws kunnen opbouwen. Alright, de scheids heeft uitgefloten. En we hebben gewoon lekker gewonnen. Een goede wedstrijd gespeeld. Niet overdreven veel gescoord of zo. Simpele 2-0. Maar ik ben er tevreden mee. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. Alright, we hebben direct een berichtje persconferentie. Ik ga mijn team gewoon loven. Ik ga ook het bankteam klaarzetten. En we gaan gewoon simuleren, want we zijn toch al door. We zijn echt dik door. Europees spelen wij sterker nog dan in de competitie. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Daar doen we het gewoon goed in. Eens kijken of er hier nog iemand gaat groeien. Nee. Nee. Helaas, helaas. Nou ja, gewoon rustig aan doen. No problem. Moskou staat nou op het programma. Ik vermoed dat we dit simulerend gaan verliezen. Maar dat maakt me niet uit. Dat maakt me echt niet uit. Suggestie, ik voel me uitstekend en denk dat, ja, dat is leuk. Maar goed, je krijgt gewoon rust, Younes. Niks tegen jou, je krijgt gewoon rust. Je krijgt gewoon rust. Kom op, eens kijken wat het bankteam kan doen. En ze verliezen met 2-1, dat was te verwachten. Maar goed, 2-1, alsnog niet heel slecht. Krijgen we waarschijnlijk een teleurgestelde Younes bericht. Ja hoor. Huppakee, maar dat maakt niet uit, Younes. Nu ga je er gewoon weer bij zijn. No worries. Oh, Ziyech is wel heel vermoeid, zeg. Misschien moeten we die eens even rust gaan geven. I don't know. Uit tegen Willem 2. Eigenlijk zouden we dat simulerend ook gewoon moeten winnen. Helemaal met het basiselftal eigenlijk. Wat zijn die berichten? Wedstrijd verplaatst. Dat is die bekerwedstrijd zeker. En dan hier. 18,5 miljoen! Woe! Zag ik dat goed? Zoveel geld? Ik hou van geld. Nee. Ik zou het wel verkeerd hebben gelezen. Want we hebben echt maar 4,93 miljoen. Of ze hebben het bij die winst gezet. Maar dat is niet het budget, toch? Nee. Fuck dat. Hoe hebben we zoveel winst en zo weinig transferbudget? Whatever. Maakt niet uit. Even zien. Als we nou gewoon met de basis gaan simuleren en dan nog even tegen NEC met de wissels simuleren. Want die bekerwedstrijd, mensen weten, die kunnen mij niet heel veel schelen. Dus, en ook als het uit, het is Willem 2. Het is Willem 2. Kom op, game. Naai me niet en pak hier de overwinning. En we pakken de overwinning, wat fijn. Haha, Sinkgrave en Sanchez. Oh, Sanchez die speelt dan steeds met 14. Daar ga ik zo even bijwerken, want dat is om een of andere domme reden vergeet ik dat iedere keer weer. Dus, rugnummers. En even kijken, Sanchez. Waar sta je, jongen? Ben ik blind of zo? Waar staat die gast nou? Sanchez, there we go. Ik geef hem gewoon even een random nummer, 48 of zo. Het zal vast niet bezet zijn. En dan hebben we dat in ieder geval gehad. Huppakee. We zitten niet op schema. Financieel laten groeien was belangrijk. Op dit moment ziet het er niet naar. Bekijk nog eens een specifieke. Wat nou dan weer? Houdt salarisverhoging van de spelers onder de 20%. Ja. We zitten nu al op 25. Dus dat gaat gewoon niet lukken. Dat gaat gewoon niet lukken. Of er moeten spelers weggaan. En we moeten spelers met minder salaris aantrekken of behouden. Dan is het mogelijk. Maar goed, dat hangt vanaf wat de januari transferperiode allemaal gaat brengen. Van Leeuwen, lekker. Er gaat eentje omhoog, dat zie ik graag. Nu alweer 65. Of... Wacht even hoor. 64 algemeen. Ik keek even verkeerd. NEC, de beker, gaan we met de wissels. De marktwaarde van Ajax blijft omhoog gaan. Ja. En dan voor omhoog blijven gaan. Dat is de bedoeling. Uit tegen NEC, de wissels. Van Leeuwen gaat spelen. Here we go. Gaan ze dit winnen? Ja, ze winnen ook nog. Twee keer Ziyech. Het is wel een basisspeler die je de car moet trekken. Maar hey, daarvoor was hij er.
Aan de andere kant ook gewoon bij op de bank. Maar ook positie als bondscoach. Ik wil geen bondscoach worden. Ajax, we gaan team loven. En dan staat er een wedstrijd op programma tegen AZ. Ja, die gaan we gewoon nog even doen. Even gewoon flink vordering maken. Even een iets langere aflevering waarschijnlijk. Maakt helemaal niet uit. Want het kan gewoon. Nog twee berichten. Bondscoach Turkije. Ga weg. Word ik niet. Ik zat wel even afwijzen voor jullie. Hoppakee. Hebben we daar ook geen last van. Voor de volgende wedstrijd. Ja, je bent in vorm en je gaat spelen. Zeker weten. De hele basis gaat weer spelen. Hartstikke idee. Dolberg en Kluivert en Ziyech zijn een beetje vermoeid. Maar ik denk dat ze sowieso de eerste helft kunnen spelen. En we staan 2 punten los. Dat zie ik ook graag. Let's go. Alright, AZ. Jullie spelen uit. Wij spelen thuis. En wij gaan winnen, hoop ik. We zijn in ieder geval begonnen. Oh, AZ dat heel flink aanvalt. Maar de paas komt gelukkig niet aan. Dan moeten wij hier natuurlijk nog gewoon uitkomen. Maar ze geven ons een ingooi. Daar zie ik Ziyech gaan. Ziyech met een schot. Keeper red. Onze eerste kans. En het was een goede kans. Nou, Nouri, paasje terug. Veldman. Dolberg wordt bereikt, maar wordt van de bal gezet. Hier is Ziyech weer. Ziyech. Nu dan. Doelman weer met de redding. Ziyech is aardig op dreef. Creëert de kansen. Neemt hier een hoekschop. Bereikt die Dolberg. Ja, schieten. Oh, kom op. Werk hem erin. Ah, ja, wat een gelukskutdoelpunt. Maak nemen. Ga maar gewoon even naar de camera. Heb ik zin in. Ja, 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 ja. Het is Sanchez die hier voor ons de bal erin werkt. Kijk hem ook bikkelen daar. Davidson Sanchez. Onze verdedigende bullebak. Die zo nu en dan een doelpuntje meeprikt. 1-0. Oh, Dolberg. Geplaatst schotje. Oeh. Iets te hard. Want hij ging over. Maar dit was echt geen verkeerd schot hoor. Ah, oh, hij ging trouwens ook meer naast trouwens. Helaas, verkeerd gezien van mij. Maar ik vond geen verkeerd schot. Nouri hier. Paas naar Veldman. Naar Klaassen. Younes. Geef hem maar mee. Zinkgraven. Terug naar Younes. Oh, ik ben te veel aan het panieken hier. Oh, mooie bal naar Kluivert. Geef hem voor, jongen. Oh, perfect. Ja, nee. Oh, Ziyech. Jammer. Oeh, en hier hebben ze even mijn hele vleugel opengesplitst. Daar is de voorzet van AZ. Niet lekker weggewerkt, maar daar doen we het alsnog al. AZ, dat druk begint te zetten. Schot gaat naast. Dolberg naar Tjerny. Komt net niet bij de bal. Oh, hij ging voor een slijdingsschotje. Oh, mooi balletje ertussendoor. Sinkgraven hier die hem kan voorzetten. Daar is Dolberg met een kopbal. Keeper moet in actie komen. Heeft de bal niet klaar vast. Maar Krul, wat keep je goed. Beter als in het echt. Oké. Okay. Ziyech hier met de hoekschop. En, nope. Ah, we kunnen wel een tweede voorzet geven. Komt-ie. Nee, nog steeds niet. Helaas. Dit is wel echt een counter. Maar helaas hebben ze zelf ook niet genoeg spelers echt mee om daar iets van te maken. Oh, kut verdedigd. Kut uitverdedigd van mij. Schot gaat naast. Oeh. Dit is lekker. Renato Sanchez. Rond maar af. Dank je. Oh, en daar is de veilig gestelde goal rond het eind van de wedstrijd. Renato Sanchez schiet de 2-0 binnen met nu zijn nummer 48. Hoppakee. Maar dit doet hij wel even lekker. Hij stelt het wel veilig voor ons in zijn invalbeurt. Geplaatst schotje goed in de hoek waar de keeper niet bij komt. En het is afgelopen. Sanchez en Sanchez zijn de doelpuntenmakers. Wat leuk. En we hebben lekker 2-0 gewonnen. Kan ik niks over klagen. Ik ben er blij mee. Alright. Terug op het hoofdmenu. Snel het trainingje er tegenaan gooien. Want ik wil dat mijn spelers blijven groeien natuurlijk. Dat wil iedereen. En Sint-Juste knalt omhoog naar de 77. Lekker bezig Sint-Juste. Van Leeuwen traint lekker een aatje en een beetje. Dat ziet er goed uit. Zie ik graag. Spelers die zijn best doen. Haha. Berichtje hier. Laatste wedstrijd, hoi coach. Bedankt dat ik mocht spelen. Graag gedaan, jongen. Je bent belangrijk voor ons. Je bent belangrijk. En we zijn aan het uitlopen nu. We stonden de hele tijd gelijk. Oké, Feyenoord mag nog een wedstrijd meer spelen. Maar goed.
Dat maakt verder niet uit. En zo te zien gaan we richting de transferperiode. Dat wordt leuk, dat wordt leuk. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Ik denk niet dat hier echt al reageren echt al zin heeft. Want onze selectie is al breed. Ik ga meer kijken naar, naar aanbiedingen die misschien komen. Want geld hebben we op het moment toch niet om echt versterkingen te halen. Dus we zullen zien. Er moet eerst wat verkocht worden. Veldman misschien dat die weggaat. Whatever. Kom wachten in de volgende aflevering. Bedankt jullie in ieder geval voor het kijken. Tot de volgende keer. Laters.